Vertelt u maar waarvoor u bent. Nou, ik kom trouwens elk jaar. Want ik vind het heel belangrijk dat dit soort dingen herdacht worden. Pak me even zelf vast aan. Maar ik ben er nu vooral omdat ik bezig ben met een fotoproject. Dat zijn 5 beeldzuilen die hier geplaatst gaan worden in de voormalige Jodenbuurt. En we gaan daar foto's in plaatsen van Joods leven van voor de oorlog en nu. Ja, ja. Want nu deze buurt helemaal gerestaureerd is en opnieuw opgebouwd. Nu is er eigenlijk niks meer over van ja, zoals het vroeger was. En we willen dat in de vorm van 5 fotozuilen weer een beetje terugbrengen. En daarom lopen we hier vandaag ook foto's te maken. Fotograaf Paulien Prior en ik. En, uw naam is? Mijn naam is Anita Frank. Anita Frank? Anita Frank, ja. Mag ik? En de schrijver Israël. Emmanuel Querido. Zegt hij alleen maar neus. Emmanuel. Ja? Querido. Ja? Ja, en van de schrijver. En wat vinden jullie er nou zelf van deze herdenking in het licht van Oostenrijk? Nog een keer? In het licht van Oostenrijk, wat er in Oostenrijk gebeurt op dit moment. De FPÖ en Jörg Haider. Heb je vast van gehoord? Ja, heb ik wel van gehoord. Nou ja, dat moet zo nu gestopt worden, denk ik op een of andere manier. Dus, want ik vind het goed dat dit zo door blijft gaan, dat dit herdacht blijft worden. En dat wat ze nou in Oostenrijk doen, dat is natuurlijk helemaal verkeerd, want je hebt natuurlijk al zoiets gehad nou. En je weet wat er van komt. En als ze dan weer zoiets gaan doen, dan moet je dat stoppen. En hoe dan? Nou, dan moet de EU bijvoorbeeld de export en zo stoppen met Oostenrijk. En denk je dat de ministers en de regering wel in de EU mogen? Nee. Ze moeten uitgesloten worden, geïsoleerd. Nou, maar wat anderen ook zeiden bij ons in de klas, dat is op zich ook wel waar, zijn dat de VVD heeft ook van die ideeën hier in Nederland, eigenlijk, van de buitenlanders eruit en zo allemaal. En dat, terwijl, dat doen zij op zich eigenlijk ook. Dus de VVD is op zich ook stom als je op die manier kijkt. Toch? Nou, ik weet niet of je daarmee kan vergelijken. Maar ik vind dat je altijd op moet passen met dat soort mensen als meneer Haider. Want bij Hitler, aan het begin toen dat idee van we laten hem maar zijn gang gaan en zo. En we hebben er gezien wat er van is gekomen. En ik weet niet wat voor plannen Haider allemaal heeft. Maar... Hij heeft wel aangekondigd dat hij wil. Tenminste met zijn kinderbijslagwet aan alleen maar Oostenrijkse vrouwen die thuis blijven. Ja. Achter het aanrecht. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik niet goed. Ik vind alle mensen, alle vrouwen die in de bijstand zitten, nou, die vind, in Oostenrijk. Ik vind dat ze recht moeten hebben op zijn bijstandsuitkering. Ja, het ging over kinderbijslag. Kinderbijslag voor Oostenrijkse vrouwen. Ja? Die dan ook nog eens thuis moesten blijven en vooral niet mochten werken. Een zeer seksistische, bovendien ook racistische wetgeving die hij er in Carinthië door heeft gevoerd. Ja, ik vind het ook heel ondemocratisch. Ik vind dat vrouwen ook mogen werken en zo. Maar wat vind je ervan dat mensen zeggen hij is toch gewoon democratisch gekozen? Oostenrijk was natuurlijk wel, het was, ja, die 2 partijen die er waren, die konden niet zo goed met elkaar tot overeenstemming komen. En in dat soort situaties, dan is er altijd iemand of een groep of een persoon die dan denkt van, nou, nu kan ik mijn slag slaan, zeg maar. En die dan de macht over wil nemen. Of aan de macht wil komen. En de bevolking die had volgens mij ook zoiets van, nou, ze kunnen nooit tot overeenstemming komen, die 2 partijen. En nou is er iemand die wel weet wat hij wil en dat we daarvoor stemmen. Ik denk niet dat het echt, als het heel stabiel was geweest, de situatie in de regering daar, denk ik niet dat hij er snel aan de macht was gekomen. Ja, dus in feite zeg je, nou, luister eens, het rammelt aan alle kanten. Laten we geen kans geven aan fascisten om er tussen te komen. Nee, ik vind, ik vind dat... Maar dus je levert dus ook kritiek op wat er nu, of wat er voor was? Ja, nou... Toch? Je zegt dat
dat, ja, dat het allemaal niet goed ging. En nou, toen kwam hij, we probeerden zich ertussen te dringen. Maar hij zegt ook niet dat het goed was wat ervoor was, dus in feite. Nee, nou, de situatie voordat hij er kwam was gewoon niet stabiel. En de partijen konden denk ik niet goed met elkaar regeren. En een regering moet gewoon stabiel zijn. Het volk moet vertrouwen hebben in zijn regering. En dat vertrouwen was denk ik weg. Ik hecht eraan om ieder jaar hier te zijn. Er zijn geen speeches. Er worden geen gedichten door een actrice voorgedragen, maar stilte. Al die mensen voelen van elkaar dat er in deze wereld veel geleden is en veel geleden wordt. Dit vind ik het mooiste Pietervaartsoord van Amsterdam. Ja.